Yo mensen, super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video op Team Park Teaming. En vandaag gaan we verder met het aftellen naar Walibi Friday Nights. Veel kijkplezier. Nou, vandaag zijn we alweer bij de derde dag van het aftellen naar Halloween Fright Nights. Ik ga 28 oktober naar Fright Nights en dat kunnen jullie allemaal gaan zien. Maar we zijn dus nu aan het aftellen en dat doen we door middel van een hele mooie Halloween Advent Calendar. Ik zal hem er even bij pakken. Kijk hier, daar is hij weer. Dit is hem, de Beware 13 Days Spooky Countdown. En we zijn vandaag al bij dag 3, dus we gaan het derde poppetje gaan we eruit halen. Maar voor we dat gaan doen, ik heb hier thuis hebben we eventjes een paar dingen gemaakt rondom Halloween. Dus dat krijgen jullie eerst te zien. Nou, daar hebben jullie dus nu gezien hoe het eruit ziet bij ons thuis. Het wordt nog wel iets getuned, maar we zijn al bezig. Dan gaan we nu door naar het openmaken van de Advent kalender. Of de Halloween kalender. Halloween! Nou, hier is hij dan. Kijk, wat mooi. We hebben er al twee geopend. We gaan dus nu door naar de derde. Dan gaan we openmaken voor jullie. Ik ga hem openmaken. Oh joh, het vakje is open. Ik ga hem eruit halen. Valt iets uit, dat is niet best. Nee, dat viel niks uit. Zo. Trouwens, wat jullie nu horen, dat is het kraken van mijn stoel. Het spijt me. Spijt me nog. Maar hier is het poppetje. Dat gaan we nu openen. Oh, piepgeluid. I hope you like it. Oh ja, ik heb hem. We gaan hem openmaken. Wow, yo, deze is vet. Deze is van The Shining. Dit is The One van The Shining. Kijk, dit is hem, dames en heren, van The Shining. Heel erg gaaf. Met de bijl in zijn hand, dus dat is wel heel erg lachen. En ook het bloed op zijn voorhoofd. Hele mooie Funko, mini Funko. Ja, leuk. Hebben jullie The Shining nog niet gezien trouwens? Het is echt een klassieke horrorfilm, dus hij is echt wel wat kijken waard. Ik vond het echt een goede film, dus ja. The Shining. En dan wil ik jullie in ieder geval nu weer bedanken voor het kijken. Zoals jullie weten, zie ik jullie morgen gewoon weer. Dus ik zeg, tot dan. Adieu.